Woensdag 9 september, de dag dat Tom Dumoulin weer de rode trui pakt in de Vuelta. En staatssecretaris Mansveld opnieuw onder vuur ligt. Goedenavond, u kijkt naar Telegraaf vandaag. Er is een hoop kritiek op de reorganisatie van de nationale politie. Er zijn vorige week allerlei maatregelen aangekondigd, maar de bonden hebben er geen fiducie in. Ja, en ook in Den Haag is er weinig draagvlak. En daarmee druk ik me nog voorzichtig uit. Jeroen Hendricks, goedenavond. Goedenavond. Wat is de kritiek in Den Haag? Ja, kijk, er is van alles beloofd met de start van de nationale politie. Het zou allemaal efficiënter worden. De burger zou beter geholpen worden. Er zouden meer boeven gevangen worden. Maar ja, de praktijk is dat het vooral leidt tot meer vergaderingen. Het levert nog helemaal niks op. Mm-hmm. En je ziet ook dat, dat is natuurlijk al maanden kritiek vanuit allerlei kanten. Maar het wordt steeds erger. Ja, er is ook gewoon weinig vertrouwen in het bijsturen. En Van der Steur heeft nu een poging gedaan van nou, we doen wat aanpassingen en dan moet het goed komen. Maar dat geloven ze ook niet zo, hè, in Den Haag. Ze zijn 2 jaar geleden begonnen onder leiding van de vorige minister Opstelten. Ja. En tot voor kort werd er steeds geroepen door het kabinet vanuit, het gaat allemaal goed en het komt in orde allemaal. Mm-hmm. En tot vorige week Van der Steur met een brief kwam en die zei van ja, op deze manier gaat het niet goed komen. Er moet extra geld naartoe. Het budget wordt nu verdubbeld. Dus van 230 miljoen naar 460 miljoen. Mm-hmm. En weet je wat, we doen er ook wat langer over. Het gaat nu tot 2018 duren. Ja, en dat is natuurlijk bij veel Kamerleden in het verkeerde keelgat geschoten. Ja, en de grootste zorg is natuurlijk ook waar moet dat geld dan vandaan komen? Hoe dan? Morgen is er een groot debat. Ja. Wat gaat er dan gebeuren, denk je? Daar komt in elk geval de politietop onder vuur te liggen. Ja, Gerard Bouwman, de hoogste baas van de nationale politie. De korpschef. Ja. En ook minister Van der Steur zal wat moeten uitleggen. Want ja, wat ik zeg, er is steeds geroepen, het komt allemaal goed. En nu geeft hij ineens toe van het komt niet goed. Dus ja, er zijn veel vragen en er is zeker bij de oppositie veel wantrouwen over hoe het nu verder moet. Oké, morgen een groot verhaal hierover in de krant. Zeker. En we wachten het debat af. Dank je, we praten zo verder. De zelfmoord van de depressieve schrijver Joost Swageman en eerder vorige week auteur Ariane Spier maakt veel los bij mensen in psychische nood. Hulplijn 113 Online waarschuwt dat we heel voorzichtig moeten zijn in het omschrijven van de daad van de twee auteurs. Als wij in de media en als wij onder elkaar vergoelijkend over spreken, bijvoorbeeld een dappere keuze of misschien wel beter zo, of als ze willen dan doen ze het toch, dat soort teksten, die helpen eigenlijk mensen de verkeerde kant op. Niet de kant van hulp, maar de kant van hopeloosheid. En die gaan dan denken, ja, als Joost Swageman met al zijn roem zelfmoord kan plegen, nou wie ben ik dan om het niet te doen? Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur ligt onder vuur. Een topman van ProRail klapte vanochtend uit de school. Hij zou opdracht krijgen van het ministerie om slecht nieuws expres achter te houden. Ja. Jeroen, wat voor slecht nieuws hebben we het dan over? Nou ja, dingen die tegenvallende resultaten, plannen die niet lukken of die langer gaan duren. Dat is natuurlijk nieuws wat de Kamer wil weten. Mm-hmm. Maar wat de staatssecretaris kennelijk niet uitkwam en waarvan hij dus zegt van ze heeft ons gevraagd om dat eventjes stil te houden, zodat het op een wat gunstiger moment naar buiten kan komen. Ja, ja, maar Mansveld heeft inmiddels gereageerd en ontkend dat ze moedwillig dingen onder de pet heeft gehouden. Zij zegt dat het allemaal niet zo is en dat het allemaal onhandige uitspraken van meneer Eringa zijn. Mm-hmm. Maar wat ook in het interview stond, was dat hij zei van er komen enorme kostenoverschrijdingen aan bij de verbouwing van een aantal stations. En we wisten natuurlijk dat Utrecht dat die verbouwing duurder zou uitpakken. Maar hij noemt in zijn interview ook Leiden, Breda en Rotterdam, waar veel meer geld naartoe moet. Mm-hmm. En daarvan zegt de staatssecretaris, dat wist ik niet. Dus ja, dan krijg je een hele vreemde situatie. Dat is natuurlijk heel raar. En dat is ook waar de Kamer boos over is. Van ja, het is elke keer de staatssecretaris die te laat reageert en dingen niet weet. En op een gegeven moment gaat de Kamer een optelsom maken. En dan krijg je de vraag van ja, willen we nog wel verder met deze mevrouw? Vertrouwen we haar nog? Ja, we hebben haar natuurlijk onlangs, lag ze ook flink onder vuur omtrent de Vira. Ja, dat is ook geen gering dossier. Dat is één groot drama natuurlijk. Dat heeft ze overleefd. Ja, maar goed, weet je, wat ik zei, het is een optelsom. Als je maar genoeg kleinere en grotere akkefietjes aan je broek hebt hangen, dan op een gegeven moment is de maat vol. En dan zegt de Kamer van nou, je wordt bedankt, maar je kan gaan. Ja. De vraag is of dat morgen al is. Ja,
We zullen het zien morgen. Ja. We maken even een sprongetje naar Spanje. Een mooie dag in de Vuelta. Achter jou Turbo Tom. Nou, hij heeft het geflikt, hè? Hij heeft het, ja, hij heeft alle verwachtingen waargemaakt. Het was natuurlijk, ja, de verwachtingen waren hoog gespannen. Hij, mm-hmm, stond op de vierde plek. Maar is wel een veel betere tijdrijder dan de mannen die voor hem stonden. En ja. dat heeft hij waargemaakt. Ja, ik ben even iets enthousiaster dan jij, Jeroen. 50,5 kilometer per uur gemiddeld. Ja. Hard is dat. Dat haal jij niet, hè? Nee, dat haal ik nog niet. Nee, dat ga ik ook nooit halen. Maar het rood wederom dus weer om zijn schouders. Maar hoe zijn zijn kansen voor de eindzege? Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, nou ja, zondag is de finish. Hij heeft 3 seconden maar liefst voorsprong op de nummer 2. Mm-hmm. Dat is natuurlijk 1 keer met je ogen knipperen en het is weg. Dus dat wordt hartstikke spannend. Ja. Zeker zaterdag is nog een hele zware bergetappe. Ja. En dan krijg je zondag in Madrid krijg je een avondetappe. Leuk met lampjes aan. Dus het wordt een hartstikke spannend. Ja, hij zegt zelf dat het een zinderende strijd gaat worden. We zijn net eventjes in de geschiedenisboekjes gedoken, jij en ik. Jij vooral. Nou ja, het is een voorloper, toch? Stel, hij wint de Vuelta zondag. Ja. Wat zegt dat over de Tour volgend jaar? Over de Tour? Ja. Nou ja, kijk, je hebt Jan Jansen, dat was de eerste winnaar, lang geleden. Ja, even kijken hoor, wanneer was dat ook alweer, Jeroen? 1967 heeft hij de Vuelta gewonnen, ja, precies. Maar won in 68 de Tour. Dus ja, dus wie weet is het een mooie opmaat naar het echte werk. En Zoetemelk heeft dat ook gedaan, dus eigenlijk... Nou, dan tekenen we het geel vast in voor volgend jaar, toch? Ja, dat zou toch heel erg mooi zijn. Dankjewel voor je komst. En we gaan eruit met iets heel anders. Met de rollator lopen. Dat gaat een stuk langzamer dan Tom Dumoulin. Vandaag kwamen honderden ouderen bij elkaar om samen te bewegen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ja, en de winnaars kwamen trots over de finish. Goedenavond. Ik ben 87 jaar hoor, en dan nog zo hard lopen. Dat is toch goed, hè? Of niet? Nou ja, nou, ik heb in elk geval de medaille. Ik heb nog nooit getraind. Ik heb vorig jaar ook gedaan. Heb ik ook niet getraind. Dat hoeft ook niet. Ik loop altijd wel snel. En ik doe mijn boodschappen ermee, dus dat gaat prima. Ik loop met een gekneusde arm en een zeer been, dus ik heb toch nog meegedaan. Die andere mensen zijn gewoon langzamer dan wij, dus daar kan ik ook niks aan doen.